Gisteravond brandde hotel De Purmerend in Kwadijk volledig af. In het hotel verbleven vooral veel Poolse seizoensarbeiders. Zij verloren bijna alles wat ze in het hotel hadden liggen. De meesten wisten alleen de kleren die ze aan hadden en hun paspoort te redden. De gasten van het hotel waren eerder al allemaal rustig naar buiten gelopen. Er woedt een grote brand in Kwadijk. Het is een monumentaal pand volgens mij. Wat kun je me erover zeggen? Ja, rond 5:30 vanavond heeft de brandweer een melding gekregen van brand in pension De Purmerend hier in Kwadijk. Brand was al snel uitslaand. Alle mensen die op dat moment aanwezig waren in het pand hebben tijdig het pand kunnen verlaten. Er zijn geen slachtoffers. De brandweer laat de brand gecontroleerd uitbranden. En komt veel rook vrij, ook bij de brand. En daarom vragen we de mensen die hier last van hebben ramen en deuren gesloten te houden. En ook eventueel mechanische ventilatie uit te zetten. Kun je iets zeggen over de oorzaak van de brand? Hoe dat ontstaan is? Of is dat nog helemaal onbekend? Nee, dat is nu nog onbekend. Dat wordt onderzocht. En wat ik verder nog kan zeggen is dat de trein hier met lastgeving rijdt. En dat betekent dat ze wel door kunnen rijden, maar wel stapvoets. Kun je ook iets over zeggen over de eigenaar van het pand? Hoe is het met die mensen gesteld? Ja, daar kan ik op dit moment nog niks over zeggen. Maar het pand kan als verloren worden beschouwd. Eerder op de dag was er brand in Edam, in een pand aan de Cornelis Doetstraat. Daar was de brand snel onder controle. In Amsterdam stond gelijktijdig met Kwadijk afvalverwerkingsbedrijf Icova in lichterlaaien.